Een programma geheel in het teken van kunst en cultuur in de Bollenstreek. met gasten uit de wereld van theater en muziek, schrijvers en kunstenaars. Met Jacco van Leeuwen praat ik over de aanstaande lunchconcerten in de audi Roomskerk in Noordwijk. En fotograaf Richard Nel, met hem ga ik het hebben over zijn foto's. Van harte welkom aan mijn gast, eerste Dankjewel. gast Jacco, fijn dat je weer bent. Ja. Je kon praten over de lunchconcerten die aanstaande zijn. Want ja. jij bent artistiek adviseur. Ja, onder andere. Onder andere, ja, want ja. je hebt een heel ja. team om je heen. Ja, of klopt. samen met ja. wie je dat doet. Ja. En ja. je ja. bent ook een van de performers. Een van de muzici ja. die uh, een concert gaan uh, geven. Klopt. En het is, weet je, toevallig voor de hoeveelste keer het al is. Ik zat me te bedenken. Ja. Uh, we zijn in het jaar 2000 begonnen. Ja. Toen was de restauratie van het Knipscheerorgel uh, klaar. En toen hebben we een hele feestweek georganiseerd. En er uh, waren wat avondconcerten en toen dachten we, misschien ook eens leuk om dat te proberen, uh, lunchconcerten. Ja. En daar hebben we toen twee uh, georganiseerd. Ja. En uh, ja, dat, dat sloeg zo aan dat we dachten, nou, dat moeten we volgend jaar gewoon weer doen. Dat houden we erin. Dus vanaf het jaar 2000, dus dat betekent dat dit nu het 25 e jaar is dat we dat doen. 25? Ja. Dus volgend jaar hopen we ook een jubileum te vieren. Er is al een, een cd ja. verschenen bij een ja, jubileum, Ja, dat, dat was toen uh, Noordwijk... Uh, 125 jaar badplaats was of zo. En de muziek in Jeroen bestond toen 15 jaar. Oké. Okay. Klopt. Dus ja. dat is alweer 10 jaar geleden. Ja, dat is dat toen hard. is er dus inderdaad ja. een, een CD geschreven. Het is dus een succes. Ja. Het is steeds voller, dus je doet het niet voor uh, de katse veel. zou ik maar zeggen. Nee, dat klopt. Ja, dat, dat, uh, het zeer ja. succesvol. Ja, in de jaren is dat nog steeds gegroeid eigenlijk. Ja. Het is heel leuk om dat uh, te zien. Je gaat ons wat plaatjes ja. laten zien, maar je gaat er ook over vertellen, want je zegt ja. artistiek uh, adviseur, dus jij gaat op zoek, want ik wil graag weten hoe je dat doet, naar de muzici. Ja. Nou, uh, Hoe gaat dat in zijn werk? We krijgen best veel uh, mails van ja. ensembles van muzici die uh, graag komen optreden. Want ja, de Oud kijken is natuurlijk een, een fijne ruimte hè, om in te muziceren. Is dat ook qua uh, dus, um, akoestiek? Uh, ja, ja. Kijk, weet je, natuurlijk eens afhankelijk van het soort uh, muziek, maar het, het is gewoon een, ja, een hele fijne ruimte. Het geeft zo erg mee, mm -hmm. dus het is heel uh, stimulerend. Mm -hmm. uh, en ik ga gewoon uh, bewust op zoek. Ik ga gewoon op internet rondstruinen en kijk eens van, uh, nou, hè, wie zijn er nog nooit geweest of zo. Mm -hmm. en, uh, misschien is dat wat. Dus ik, ik kijk ook naar andere series bijvoorbeeld, die er optreden. En dan doe ik wat, wat onderzoek en dan uh, gewoon zien we, oh, dat is misschien ook wat voor ons. Okay. Dus een ja, tegenwoordig ik natuurlijk ook veel vinden uh -huh. uh, op YouTube en zo. Dus ja. dan kun je wat dingen beluisteren. Kom, kom en de spoorden graag. Ja. Melden ja, ze zichzelf ja. bijvoorbeeld ook ja, aan. Ja, dus dat, uh, dat gebeurt ook uh, regelmatig. We moeten ook best wel veel mensen teleurstellen. Want ja, goed, het aantal concerten, ook al zijn er best veel, is toch nog natuurlijk beperkt. Hè. We hebben uh, zes lunchconcerten. Ja. En daarbij hebben we natuurlijk ook nog de de zomerzerie. Ja, dat is alleen, alleen orgel. Dat zijn er ja. ook zes. Ja. En dan in het voor en najaar, meestal drie in het voorjaar en drie in het najaar. Dus dan komt het al en soms nog een extra concert dus dan toch ja een kleine twintig per jaar muziek in dus, je jeroen dus, maakt uh, zich ja. sterk hè voor die ja uh, ja. Ja. ja dus een uh, maar deze zijn gratis die lunchconcerten ja dat gezocht. is heel mooi. Orgelconcerten dat, 10 euro en de andere concerten. Ja, nou, ja dat een, uh, slechts. Uh, even kijken, ja, nu vanaf dit jaar 10 inderdaad. Ervoor was het steeds 8 uh, uh, of 7. Dus het is nu ietsje opgehoogd. Ja. Nou, mag ook wel natuurlijk. Ja. Uh, Hebben een mooie avond. Door hè? de inflatie en zo. Ja. Dus, uh, en de andere concerten, dus in het voor- en najaar, dat hangt er een beetje vanaf. Als het uh, echt een beetje een, een dure productie is, ja dan moet je natuurlijk ook wat meer uh, toegang vragen. Maar. Dat is logisch natuurlijk. Nou Rijs Lavinia ja. Meijer is natuurlijk. We zijn uh, uh, toch ja. altijd wel goedkoper dan het Concertgebouw Amsterdam. Terwijl Zeker weten. Soms dezelfde mensen bij ons optreden. Ja, daar heb je straks een mooi ja, voorbeeld ja. van. Daar ja, hadden we het gisteren ja. over. Ja. We gaan eens even kijken naar een plaatje van de kerk. Ja. Of het Jobshuis eigenlijk. Nou ja, hè? het Jobshuis aan aanbouw. Ja. ja. Uit uh, 2008. Het is mooi uh, bijgebouwd. Dus, maar het is een veel recenter datum. Maar ja. het, uh, het past er goed bij. Dus we dat, gaan even uh, inzoomen op het volgende plaatje en dan zien we het uh, ietsje. Ja. nog weer dichterbij het mooie ja, reclame da ja dat is een goede reclame dus uh, ja we hebben iedere keer uh, dat het goed zichtbaar wordt het is natuurlijk vanuit het uh, het kruispunt uh, daar ook goed te zien ja dus, uh, en het is, ja. uh, zijn sponsoren natuurlijk, want het, uh, het ja. is gratis. Maar ik ja. zie wel steeds meer dat mensen toch wel aardig wat in die mand gooien. Afloop. Ja, dat is dus alleen bij de, de lunchconcerten. zijn heel dankbaar. Ja, dus alleen bij de lunchconcerten, ja. die zijn dus gratis. Maar om uh, nou ja, de kosten voor een deel uh, te dekken, uh, is er de mogelijkheid voor een collecte. En een stuk heel fijn, dus dan uh, is dat toch een uh, ja, aardige tegemoetkoming uh, in de kosten. Ja, want die muzici ja. moeten betaald worden natuurlijk. Uiteraard, die ja. komen niet ja. voor. Uh, nee, voor niks. Nee, 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 dat klopt. De zoeken. Dus, uh, en dan, dan ja. zijn er zes concerten ja. en daar breng jij natuurlijk een beetje balans in hoe en wat neem ik aan, want hoe ja. werkt dat dan? Ja, ja. kijk, uh, in, in het begin de eerste paar jaar was het steeds een combinatie van een bepaald uh, solo-instrument uh, met orgel. En toen op een gegeven moment toen, uh, had we iets van, nou, het is ook leuk, natuurlijk andere combinaties, of uh, met accordeon of met een harp, wat dan ook dus tegenwoordig is, lang niet altijd het uh, orgel nog erbij betrokken. Nee. Dus, uh, en dat ja, geeft heel veel afwisseling. Daar probeer we ook naar te kijken. Hè, dat je in één serie altijd weer verschillende instrumenten hoort. Ja, ja, ja. dus we beginnen ja. dinsdag ja. aanstaande. Ja. Met wie? Um, dan even kijken. Gerike uh, Vrij. Ja. Die uh, speelt twee instrumenten. Zowel blokfluit als cello. En dan wordt er op de kistenorgel, dus een klein orgel, kleine dat orgel, dat in de staat. Dat staat door, beneden. Ja, door ja. Gerben uh, Maurik. En Magda Jong blokfluit. En ja. wat, weet ja. je al een beetje ja. wat ze gaan laten horen? Uh, ja, ze spelen vooral barokmuziek. Daar zijn ze in uh, gespecialiseerd. En, uh, dus onder andere bijvoorbeeld muziek van Handel en, en San Martini. Dus echt een beetje meer die. die... 18e eeuwse muziek. 18e eeuwse muziek. Want ja, ja, er zitten ja. in een concert ook wel eens een wat actuelere ja, hedendaagse... Ja, ja, ook zelfs 20e of 21e Ja, eeuws, uh, Dat klopt. En ook, dat is natuurlijk leuk, want ja, bepaalde instrumenten lenen ze ook weer voor bepaalde muziek in bepaalde perioden. Ja. Dus uh, dan zullen we echt heel verschillende dingen horen. Kijk, we hebben op een gegeven moment ook, uh, dat is later in de maand... Uh, dan komt het windstreken duo. En dat is met uh, Pieter de Mast en Sebastian van Delft. En Pieter de Mast die speelt bijvoorbeeld uh, saxofoon en dwarsfluit. Uh, en die improviseren ook veel. Die hebben ook veel met wereldmuziek gedaan. Zo. Ja. Dus we wil echt totaal andere muziek horen. En die hebben van tevoren ook niet een programma gestuurd. We zeggen nou, uh, dat oh. laten van het moment is altijd spannend. Ja. Dus uh, ja, wat dat dan gaat worden. Veel improvisatie. En dat kan ook zijn op, op, op een, een middeleeuws melodietje. Maar uh, ja... Ook iets totaal ja, soms anders. leggen ze ook helemaal uit, hè? Van wat ja. ze gaan laten horen. Waarom, ja, dat, is, en hoe, dat is ook uh, vaak inderdaad dat ze uh, ofwel vooraf of tussendoor even iets uh, vertellen. Ja, dat, dat is leuk voor het publiek altijd leuk. leuk. Maar jij gaat ook ja. nog wel eens even buiten het paadje, hè? Zo, hè? daar hou jij ook wel van. Zeker, ja. Ja, kijk. Ik weet uh, dat ik doe dat om mensen bewust te maken van er is meer dan Mozart. en uh, Ja, dat is, het is, en is ook, zo. ook belangrijk, denk ik. Gewoon kijken, we leven in de 21ste eeuw, mm -hmm. dus je, je moet niet uh, in een bepaalde eeuw blijven steken of zo. Hè? Ja. Dus wat dat betreft is het gewoon uh, goed. Kijk dat dat echt moderne, dat experimentele. Dat is natuurlijk maar voor een heel klein publiek. Dus um, ja, dat, dat doen we niet. Dus maar uh, ja, je moet ja. af en toe wel eens wat, uh, wat andere dingen. Het geks uh, laten uh, horen. Wat laten dus, uh, uh, horen. Ja, ja. Dat is, en ook uh, natuurlijk op dingen bijvoorbeeld met uh, minimal music-achtig of, of, of wat dan ook. En soms zijn er natuurlijk van die kruisbestuivingen. Hè? Dus dat er toch elementen van jazz of popmuziek zitten. Ja, ja, ja. ja. Dus dat, uh, ja. Maar goed, daar dat begon Ravel eigenlijk al mee. Hè? En, en Gershwin natuurlijk. Dus dit is ja, dus van alle al tijden? Ja, ja dat, dat begon al natuurlijk veel eerder. Ja. Maar uh, nu zie je toch dat er veel meer uh, activiteiten zijn. Hè? Ja. Dus, uh, ja. We gaan nog wat veel laten zien. combinaties. Ja, ja, ja gekke ja. combinaties. Hartstikke ja. goed. Ja. Ja. Wat zien we hier? Ja, dat is uh, een, een, een trompetist. Dat is al een, een aantal jaren geleden waarmee ik heb uh, uh, samengewerkt. Ja? En um, het leuke is, we gebruiken dan soms ook twee verschillende instrumenten, wat het beneden, dan ja. is natuurlijk iets wat dichterbij en dit is dan van bovenaf dus sterk uh, ingezoomd. En um, ja, maar van bovenaf, dat is natuurlijk, dan krijg je iets meer dat majestueuze ja, van het orgel, ja, he? ja, ja. Dus um, ja, en dat kan ook heel indrukwekkend zijn. En het is wel uh, grappig. Overweldigend, je je... ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. En je moet trouwens enigszins rekening houden met uh, de stemming, want het, het knipsgeorgel, dus het grote orgel, dat staat iets hoger dan normaal. En gelukkig zijn de lunchconcerten dus uh, zo in, in mei. Want als je dat in de zomer zou doen, dan zou het kunnen gebeuren, als er net een hittegolf is geweest of zo, dat het orgel zo hoog is, want het, uh, dat, uh, die stemming die gaat omhoog ja? met de temperatuur. Mm -hmm. Dus dat je geen eens meer samen zou kunnen spelen. Oh, is dat dus zo? Dus verdacht is gunstig. Uh, dat dus is in een maand maand mei dus... voorjaar. Ja, ja, ja. En het is behoorlijk Nu is het helemaal koel, cool, cool, ja. ja, dus, ja dus, dus nu staat hij misschien zelfs iets onder normaal. Oh. Ja. En dat is uh, wel grappig. In Orgel stijgt ongeveer uh, per 1 graad, uh, temperatuurstijging, uh, ongeveer 1 hertz. Voor oh. de kenners. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja Ik weet nog dat dat ook ja. een punt is bij het huwelijk. Met 700 mensen in de kerk, dat het ja, dan klopt. ook erg warm zou worden. Ja, dat was in augustus toen. Ja, net dat Met prins, het prinselijk huwelijk. Ja, ja. En toen heb ik hem nog geknepen hoor. Toen ja, ja, ik dat ik weet ik nog. Midden in de nacht <laughs> opgezet ramen open en zo. Nog een beetje <laughs> <laughs> Geweldig, oh je? Ja? ja, ja, ja. Ik hoorde die toen ook wel eens oefenen hoor, s'avonds laat. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. We gaan naar een ja. uh, volgend plaatje. We gaan even verder kijken. Ja, dat was inderdaad, uh, denk net na het applaus of zo, eventjes beneden het applaus uh, uh, in ontvangst nemen. En dus uh, ja, je ziet daar een uh, doopvond. Ja. Dus uh, ja. Even nog een plaatje. Ja. De harp, ja, ja de ja. harp is natuurlijk ook ja. altijd een prachtige... Ja, probeer ook regelmatig in te krijgen, ja, een harp werkt ook heel mooi in de kerk. Ja. En ja, het is eigenlijk allemaal akoestisch, hè? je hoeft het niet te versterken, want ook uh, ja, ja, zo'n ja. Zo instrument als een harp of uh, ja, zelfs gitaar, dus dat is dan een beetje de grensgevallen over zo'n grote kerk. Uh, maar goed, um, het hart komt ook uh, heel mooi door. Scheelt het dan ja. ook of er veel mensen uh, in de kerk zijn of niet? Het uh, maakt iets uit. Ja. Het maakt ja, wel ja, iets uit. Het dempt, uh, het dempt. Iets, iets minder uh, galm. Ja. Maar uh, ja, uh, valt mee hoor. Maar als er echt veel mensen zitten, dan, uh, dan ga je het echt merken. Okay. Dan heb je bijvoorbeeld één seconde minder galm of zo. Ja, ja, ja. Ja. En voor bepaalde muziek is dat uh, best gunstig. Oh, oké. Ja. Okay. ja. Dus als het heel snelle muziek is, dan, uh, ja, dan blijft het duidelijker hè. Ja, dus ja. Maar kijk, voor wat meer rustige muziek is dan veel gewoon best wel mooi. Zeker natuurlijk met, met koormuziek of orgel. Dat ja. kan het uh, ja. uh, wel goed hebben. Dus, uh, nou, dus het scheelt een je, beetje. Je gaat op ja. zoek zelf op YouTube naar gasten. Ja. Maar ja. ze melden zichzelf ook wel eens aan, ja, heb ik begrepen. Ja, zo van, ja. uh, en ook wel eens zeker. die al geweest zijn dat ze nog een keer willen komen? Ja, zeker. Want soms hebben ze bijvoorbeeld weer een ander clubje opgericht of zo. Ze ja. hebben verschillende bezettingen. En ja. nou, ik heb nieuw ensemble. En, uh, nou, is er nog ruimte voor ons uh, het komende jaar? Of... Later, ja. dus uh, ja, zeker. Dat gebeurt regelmatig. Dus je onderhoudt veel contacten wel, en, en dat dus is ook. Dat het... vind ik leuk. Ja, ja dat, dat snap ja, ik. Contacten met met uh, collega's. Ja, Want het ja. is 25 ja. jaar bijna. Ja. Uh, uh, dus 25 jaar. Als ze hier komen, zijn ze misschien 20 of 21. Dus ze zijn nu in de 40. Dus ze zet, dat kan. Maken we misschien echt ja. hele andere ja. Ja. muziek of al ja. doen andere ja. dingen. Ja, dus uh, maar goed, ja, het instrument blijft natuurlijk hetzelfde, maar uh, ja, dat klopt. Maar we proberen op een gegeven moment als we ook wel een insteek van de lunchkroeg zetten, dat we ook uh, ja met je jongere muzici uh, ook steeds vragen, die passen afgestudeerd sommigen zelfs nog uh, studeren, ja. uh, om dat ook te, te stimuleren. Dat is een, dat van onze, ze een kans geeft. Ja, een van onze speerpunten, een, een podium bieden ja. aan jonge mensen. Ja. Ja. Dus uh, kijk, het is niet zo dat, uh, dat het alles dan al onder de veertig is. Dus, uh, ja. Nee, nee, maar het zijn wel jonge mensen. Ik hoor mensen. Er zelf ook niet bij, hè. Maar, uh, <laughs> nee, ik, hoop, ik <laughs> Lang ook, nee, niet meer, lang nee, niet meer. Nee. Maar uh, ja, nee, en dat, uh, dat, dat is leuk, ja om die manier uh, mensen een kans te bieden, hè? Ja. Om, en, op podiumervaring, en, ja precies, op podiumervaring. Ja, precies ja. podiumervaring. En hoor je dan en zie je ze dan nog wel weer eens later in het leven? Dat, dat kan ze gebeuren. Ja, Kunnen soms, ze beroemd worden? Uh, ja, soms in een andere uh, situatie, maar uh, inderdaad, ja. Uh, nou, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Laurens Woudenberg, een, een hornist. Ja. En de eerste keer dat hij bij ons kwam, uh, toen was hij uh, nou, misschien net afgestudeerd, uh, echt nog heel jong, begin twintig. Ja. En uh, nou, een keer later, 2010 of zo, heeft hij nog een keer gespeeld. Maar die is uh, eerste hornist van het Concertgebouw-orkest geworden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zo. So. Dat iemand echt uh, ja, zo'n carrière al heeft ja. gemaakt, hè? Ja, ja. Dus, uh, dus, en het is, uh, ja? niet vergeten natuurlijk Peter Dijkstra. Ja. Die als 22-jarige knaap uh, al de Jens uh, kwam dirigeren. Ja. En uh, nou ja, goed, na een jaar of vijf was hij al zo beroemd. Uh, dirigeerde hij al in heel Europa, hè? En toen op zijn dertigste al over de hele wereld. Oh. Ja, dat is echt uh, natuurlijk mega. Uh, en nog steeds. Dat ook in de ging eigenlijk. Ja, en dat is iemand die ook heel graag komt. Hè? Ook mm -hmm. een, hij is ook dirigent geworden van het Nederlands Kamerkoor. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk geweldig. Dat ja. je een, uh, een, een vrij vaste band met zo iemand hebt. En dat, ja. die, die komt ook heel graag. Dus uh, eigenlijk wel zo één keer per jaar met, met Musa. Dat is dan een uh, van zijn uh, koren. En uh, dat is iedere keer een belevenis. Mooi. Ja, zeg, en, en zoek je dan ook uit? Er zijn zes concerten dat er ja. een beetje variatie in zit. Dus dan een fluit en dan een Ja, dat klopt. Dus uh, nooit hetzelfde instrument in één serie. Hè. Dus dat probeer je oh, is die, dat zo? Uh, ja, ja, ja. Nee oh. hoor, als je natuurlijk uh, kijk, kan er een toeval zijn of zo, of een, een combinatie met een ander instrument. Maar in principe, als het eerste concert met, met blokfluit is, dan is het uh, in de andere concerten daarna dus wel iets, iets anders. Dan kan het wel dwarsfluit zijn of zo. Dat is toch totaal uh, anders. Dus, uh, en ook begeleidingsinstrumenten. Dat, dat kan inderdaad harp zijn, accordeon. Uh, ja, noem maar op. Ja. En ja, het toetsinstrument is ook altijd handig. Dus soms ook piano, piano. Of, of kistorgel ja. of, of uh, wat dan ook. En jij doet dus, zelf uh, ook mee. Ja, ja. dan uh, eentje in de in de serie. Dit, en dan in dit de jaar, serie de laatste ja. vaak. Hè? Ja, meestal wel. Ja. 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 Ja, daar zien dus mensen ook, vaak heel erg naar uit he? ja, ja dat gaat, is gewoon ook praktisch omdat hoor ze verrast ja. Vaak. ja dat ben ik ook vrij met uh, als ik nog weg wil gaan op vakantie en zo en de laatste nou week zeker dan ben ik alweer thuis ja ja maar, nee, ja uh, nou oh, ja dat mag spelen uh, ja, 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 ja maar het is ook een traditie maar het is ook zo um, ik, ik probeer dan ook mijn koorleden en zo te, en te stimuleren en dan heb uh, ik natuurlijk nog extra mensen dus dan gooi ik altijd nog wat mailtjes uit uh, en uh, dan zijn natuurlijk de meeste weer terug van vakantie dus dat ja. is natuurlijk uh, ja ja maar le het zit lekkere, toch lekker volle kerk ja ja volle kerk nou was afgelopen jaar wat best volle ja. Ja, ja, We gaan ja. nog naar een paar plaatjes kijken. En dan mag jij er wat over vertellen. Ja, nou je ziet dat ja. de kerk gewoon echt vol zit. Er is echt uh, soms ja. echt meer, meer, dan 100 uh, mensen. En het leuke is natuurlijk dat het publiek er zo omheen zit. Hè. Dus dat is iets leuker opstelling dan dat je gewoon uh, ja, helemaal achteraan je, op een gegeven moment ja. en dan in, in rijen. Dus dit is gewoon uh, ja, meer een uh, centrale opstelling om ja. de muzici uh, heen. Ja. En uh, dan heb je ook meer contact met het publiek, dat merk je ook. Want als je boven zit, uh, ja, dat is natuurlijk het mooiste van, van boven komt. Dat, dat heeft natuurlijk ook wel wat. Ja. Maar het is wat meer afstandelijk. Ja. Hè? En organistisch zie je ook niet. Nee. Want het zit achter het snijwerk. Ja. En het is een beetje statisch gebeuren. Hè? Die ja. vijpen, die bewegen ook niet van een orgel. Dus het is. Uh, ja. Best wel statisch. En ja. als beneden met een kleine orgel en dan zie je de mensen voor je. En dan ja, heb je toch meer, meer contact. Ja, vinden wij ook als uh, ja. gasten daar. Ja. Als uh, hoorder zullen we maar zeggen. Ook ja. omdat er vaak wat wordt verteld hè, over het werk wat ja. gespeeld wordt. Ja. Ja, dat en is ook over... leuk. Ook over het instrument soms. Hè. En dat, uh, dat is ook verhelderend. Want, Zeer? Uh, ja, sommige instrumenten, er valt best wel veel uh, over te vertellen. Hè. Ja. Zoals vorig jaar met die harp en dan uh, met al die pedalen. Wat je daarmee kunt doen. Ja. Dus je met zeven En dan bedaal. zitten dames ja. met hoge hakken. En denk je, ja, ze ja. doen ze wel eens uit. Ja. Maar het is toch ja. wel eens even raar. Ja. Ja. ja, maar ze zijn het gewend, ze ja. het regelmatig. Ja. Ze zien er vaak ja. prachtig uit, die dames. Ja. Ja. Mooie ja. jurken aan ja. en zo. Ja. Ja. Nee, ze zeker, maken er uh, werk van, Jacco. Ja, Jaco, hè? ja. Nee, dat, uh, dat is zeker. <laughs> ja. Ja, ja, ma ja, Mannen ja. kunnen dat ook, bij de dames die ja. komen echt zo... Uh, ja. Ja. Ja, ja, Oké, okay, we hebben nog een plaatje te gaan. Weet ja, jij wie ja, dit is? Ja. Nee, dat is al een heel, tijd geleden. Een jaar geleden? jaren geleden, ja. Dit is, uh, ja duidelijk. Nou, dat, dat geeft uh, aan dat ja. het alle instrumenten zijn. Ja, 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 ja. Net storgel, dat ja. met kistorgel, hè. Hier moet je de, de achterkant. Heel handig, dat kun je dus overal in de kerk neerzetten. Ja, het is, uh, jij uh, speelt er ook uh, op bij, Vespers en zo. Ja, ja, ja. ja het is uh, heel praktisch. Ja. ja. Volgende plaatje. Nou. Even aan de andere kant. Ik hou hier denk ik even een, een toelichting. Ja. Ja. Over het uh, programma. Dus uh, ja, wordt ook ja, mooie lichting van ook ja, kijk mooie het is, uh, de kerk is altijd mooi en het is iedere keer ook weer anders dus ik, ik geniet er uh, nog iedere ja? dag van ja ja het is natuurlijk je zo, ja. zo mooie ruimte ja. mooi volgende plaatje graag dat is het laatste plaatje dat is jouw plek ja 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 zie je mooi inderdaad uh, nou ja, het sneeuwwerk daarachter zit ik hè ja dus uh, ja dat is inderdaad niet uh, te zien. <laughs> met de orgelconcerten nee, trouwens. Nee, daarom zit je hier. Dan hè? hebben we <laughs> boven een camera staan, hebben we de zetten. Dus dan kunnen mensen zien wat er boven Ja, dat uh, is gebeurt. leuk. Ja, bij die zetten dus, ook, uh, hè? Ja, ja, ja. Dus dat, dat is altijd wel, uh, wel leuk. Want dat is voor sommige mensen ook een eye-opener geweest. Want ja, dan zie je ook het werk van de registranten. Die aan, aan de knop trekken ja, en noemen we Ja, trekken dus, uh, en lo heen en weer ja, lopen. Ja, nou, dochter doet ja, dat ja, toch ook ja zeker Jazeker, nits? ja, ja. Die, die, die is er heel goed in. Ja, ja. mooi. Ja. Uh, wanneer beginnen de concerten? Dinsdag? Ja, komen de komende dinsdag dertig, uh, is de april, eerste. Ja. En uh, dan is het dus uh, op zes inderdaad, achter en volgende Dinsdag. Half één. Half één en dus ze duren een half uur. Ja. Ja. En uh, nou ja, er zijn verschillende instrumenten. Ik zei het net al, dus de is duo. Dat is dus saxofoon en dwarsfluit uh, met kisthoorn. Er komt ook een strijkquartet uh, uh, trouwens. Dus uh, nou, zelf treed ik op met een, een bariton. En, zanger, uh, ja, ja, ja. Oh, er wordt ook ja. gezongen dit keer ja, ja, hoor, met, dat, met, met het ja, orgel boven en beneden. Uh, ja, dan moeten we even kijken nog de muziek, maar ook wel beneden, want dat is ook, ook weer vanwege dat uh, het het hangt een beetje van het soort muziek af, hè? Als je bijvoorbeeld meer uh, 19e eeuwse of romantische muziek, dat klinkt met het grote orgel iets mooier. Dan, je, dan heb je wat iets andere klanken en wat meer mogelijkheden. Ja, ja. Dus maar als het bijvoorbeeld uit de baroktijd is of zo, dan is dat het kleine orgel juist weer uh, mooi. En, uh, en ook natuurlijk dan voor voor publiek uh, wat leuker. Dus uh, nou, en, even kijken. en op de site ja. van Muziek in Jeroen. Ja, ja, ja daar kun je alles zien, alles ja. te vinden. Muziek ja. En daar staan alle concerten op. En dan kun je ook dus de programma's van tevoren bekijken. Dus dat zijn allemaal links. Dus als je op een datum klikt, ja. dan zie je zo het programma. Dan kun je uh, ook kaartjes kopen uh, voor een lunchconcert. Ja, ja, nee, dat is gewoon niet, gratis. Gewoon binnenlopen. Gratis. Dat is natuurlijk uh, ja, heel laagdrempelig. Je kunt gewoon erin en eruit wanneer je wilt. En, uh, en het is gratis. Ja, maar het is wel handig als iedereen blijft zitten, vind ik. Ja, natuurlijk. Wel dus, altijd het, is een beetje wat, wat, het is wat rustiger, hè? Ja, ja. ja. En uh, wat ook nog leuk is, trouwens, het ja. tweede concert, dat is met een mezzosopraan uh, Iris Bouwman. Uh, en een theorbe. En dat is een, een bas luid. Dus gro zo'n grote luid luit met zo'n heel lange... Ja, 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 ja. ja. En staat ja. hij dan ook ja. op de grond? Of uh, is, wordt ja, hij ja, ja. Nee, goed, uh, een beetje. zitten zit op, op een stoel, dus hoeft niet te, Maar het is, uh, ja, met een uh, hele lange steel, hè. <laughs> dus, uh, ja. En dat is leuker. En uh, degene die het speelt is Punto Bavono. En die ja. komt uit Indonesië oorspronkelijk. Oh. Ja, Dus op een gegeven moment hier uh, gaan studeren. Dat het nog uh, bespeeld wordt, hè. De luid. Ja. Heel ja. oud instrument. Ja, de ja, luid is inderdaad heel oud. Je ziet natuurlijk veel op oude schilderijen ja. ook, hè. Ja, ja, ja. En zo uh, ja, Theorbe, dat is een beetje een soort grotere luid nog. Van, uh, die heeft wat langere snaar. Ik ben benieuwd. Jij ja, hebt ja. hem al gehoord ja. of niet? Um, well, nou, je... ik, ik heb ze op, op YouTube van die, dingen geluisterd. Ja, Theorbe wel, dat is wel eens vaker geweest. Ja. Maar uh, Punto nog niet. Oké. Okay. Ja. Ja, dus ja, zijn die er komt, veel nieuwe dit die jaar? Komt, uh, weer. Ja, die, die er uh, ja, zijn er nog wat meer die uh, voor het eerst uh, komen, inderdaad. Maar ook een paar die al wel eerder zijn geweest, zoals het slot. Uh, ja. Maar die herkennen wij ja. niet meer hoor. Wij weten echt nee, niet meer wie nee, er vier nee. jaar geleden was. Nee, 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 Ik nee. weet het toch net van het nee. afgelopen jaar, omdat ja. dat heel ja. mooi was ja, 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 en dan ja. blijft dat wel hangen. Ja. Hebben we het gehad? Hebben we het allemaal besproken? Ja, ik denk, denk het wel. He? Ja, ik denk het belangrijkste wel gezegd is toch? Maar oh, die beginnen, uh, ja. de, de, ja. de orgelconcerten in de zomer, ik geloof ik. Uh, ja, in, in, in juli? Ja, ik heb hier niet 11 juli uh, voor zoiets. Uh, ja. Op een donderdagavond. Ongeveer half, uh, half juli. Maar het staat dan op de site. En dat is op donderdagavond. Klopt. Donderdagavond. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. we zijn wijzer. We gaan eerst genieten van de heerlijke lunchconcerten. Ja, het. ja. ik dank ja. dat je hier was. Ja. En veel plezier daarbij. Ja. Graag gedaan. Ja. Dank je wel. Ja. Wij gaan naar de Reuzebol van de week kijken.